Wij zijn vandaag op Scheveningen bij Max Guitar. En vandaag is de grote finale van de open mics die in het Max Café zijn geweest. Alle finalisten gaan een nummer spelen, sommigen een cover, sommigen een eigen nummer. En de jury gaat het beste nummer uitkiezen. We gaan kijken hoe het loopt. Hoe komen jullie bij het idee om er een competitie van te maken van de open mic? Nou, omdat het wat extra aandacht geeft. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die doen open mics. Maar ja, dan, als de open mic voorbij is, dan vliegt het weg in feite. Maar als je nu die mensen bij elkaar, dan zie je hoe leuk het is, hoeveel mensen er komen. En ja, dat ze het zelf ook heel leuk vinden. En wij vinden het heel leuk. Er wordt de gitaar als hoofdprijs gegeven. Ja. Er zijn ook mensen die spelen geen gitaar. Wat is het idee daar? Daar heb ik al iets op gevonden. Als mensen geen gitaar spelen, krijgen ze of een tegoedbon of een microfoon. Want ik heb net toevallig gisteren met een bedrijf dat heet SI Electronics. Een hele goede microfoon. Tim Akkerman zit er bijvoorbeeld mee. Dus dan geven die een microfoon. Why don't you stay down on my knees? I'm so tired of being lonely. Don't I give you what you need? When she calls you to go, there is one thing you should know. We don't have to live this way. Baby, why don't you stay? Waar wil jij naartoe met je muzikale carrière? Nou, ik wil het theater zien. Ja, ik schrijf op dit moment zelf Nederlandstalig. Focus ik me nu op kleinkunstachtige liedjes over mijn leven eigenlijk. En ik schrijf er een theaterprogramma tekst omheen. En 31 januari sta ik al in Museum Scheveningen daarmee. En dat wil ik verder uitbouwen, ja. Een hele echte ambitie heb ik niet echt. Het is meer gewoon van, ik wil gewoon lekker plezier hebben. Heel veel plezier hebben. En gewoon gehoord worden en that's it. Zij is de duivel, maar dat kan je zo niet zien. En iedereen geeft daar een 10. Zij is de duivel. Ja, ze lijkt zo leuk, zo lief. Maar pas op, het schijnbedrief. Right now, she probably up singing some white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably netting up $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know. Je hebt al eerder finales of in ieder geval competities meegemaakt, denk ik. Ja, dat wel. Ik heb met het Voice meegedaan vroeger en met mijn band heb ik met Talent Event meegedaan. En ja, dat was het eigenlijk een beetje, maar dat is wel altijd leuk. Maar het is wel heel erg zenuwslopend altijd, zelfs als het blijft dat ook? Ja, dat blijft wel. Zeker als het juist klein en intiem is, altijd erger qua zenuwen. Wie ben jij als muzikant? Ik ben eigenlijk een beginnende muzikant. Want in januari ben ik 2 jaar aan het zingen, met zingen bezig. En dat merk je wel, want ik sta tussen allemaal profs. Maar ik vecht ervoor. Ooh, can't nobody do it like you. I said every little thing you do. Hey baby, say that stays on my mind. And I'm officially... Well, I thought I could just get over you, babe. Vond je het spannend vandaag? Nou, ik dacht eerst van niet, omdat ik heel veel mensen ken die er zijn. Ik ken eigenlijk alle finalisten. Dus ik denk, nou, het wordt gewoon gezellig als een huiskamer. Maar nu wordt het toch wel spannend, want ik treed eigenlijk nooit solo voor zoveel mensen op. Dus ik merk nu wel een beetje aan mijn buik dat ik denk van... Pff. How can I fix it? How can I stay? When I keep on walking, sleepwalking away. Do you ever listen to what I say? Or am I just talking, sleep talking away? Nou, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat het zo'n groot ding zou zijn. Ik denk, we gaan gewoon hiernaast gaan een beetje jammen met z'n allen. En het kleine cafeetje. Ja, precies. Maar er is heel veel publiek en juryleden en zo. Dus nou, ik hoop dat het goed gaat. Make it rain, make it rain now, Lord. Make it rain,
should quit being normal. Don't stress about tomorrow. I should just let it go. Oh, 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 oh yeah. Just let it go. Heb je heel veel geoefend voor vandaag? Ik heb gisteren en vandaag wel een beetje gespeeld, maar het is een eigen nummer, die speel ik regelmatig. Ze zitten er wel gewoon goed in, denk ik. Dus. En met welke reden heb jij een eigen nummer gekozen? Omdat ik het gevoel heb dat ik met mijn eigen nummers beter kan overbrengen wat ik soort van in me heb, als je het zo kan zeggen. Iets persoonlijker dan een cover, denk ik. We hebben een paar keer geoefend samen. En vooral thuis, onder de douche, tijdens het eten. Niet tijdens het eten, maar tijdens het eten koken dan. Hè? Tijdens het eten is een beetje lastig. Ja, tijdens het eten is lastig. Maar gewoon de hele dag door een beetje zingen en het een beetje in je hoofd krijgen. Want het nummer is op zich niet heel lastig, maar het gaat eigenlijk bij ons vooral om de tekst en de sfeer. Nothing is fun, not like before. You don't get me high anymore. Used to take one, now it takes four. You don't get me high anymore. You don't get me high anymore. You don't get me high anymore. Ik sta hier met de jury van de finale. Waar heb jij vooral op gelet? Sowieso zuiverheid, dat is belangrijk. En technisch gezien goede maat zingen en zo. Voor mij is het eigenlijk als het belangrijkste dat iemand me ook raakt. En dat naast alle techniek, dat je er een gevoel bij krijgt. En dat is voor mij heel belangrijk. Alexander, waar heb jij op gelet? Performance ook veel. En net als Teddy vind ik het ook belangrijk als iemand je ook inderdaad echt raakt met een song. De energie die erin zit, dat vind ik zelf heel belangrijk. Op de vierde plek is geëindigd. Ja. Dana. Als nummer 3 is geëindigd, Jana. En nummer 2, Anne Roos. De publieksprijs heeft gewonnen, Roy. Nou, dan is het zover de nummer 1. De 3 juryleden vonden haar de beste en dat is Chloe. Ja. Hij is de enige dus. Speel je eigenlijk gitaar? Nee. Chloe, gefeliciteerd. Dankjewel. Had je dit verwacht? Ik zag hem eerlijk gezegd niet aankomen, want iedereen is hartstikke goed. Maar ik wil er sowieso nooit van uitgaan dat je iets gaat winnen. Ik bedoel, ik ben al blij dat ik mocht spelen, maar dit is wel echt. Ik ben echt heel blij. En ga jij nu gitaar leren spelen of ga je hem toch ruilen voor een microfoon? Nee, ik ga gitaar leren spelen. Ik heb nu besloten dat het moet. Maybe next time you'll think before he cheats. And oh, maybe next time you'll think before he cheats. Dankjewel.